20.000 subs, jongens. Wat? We hebben gewoon 20.000 subs aangetikt op YouTube. Hoe dan? Dankjewel! 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 Heb ik al dankjewel gezegd? Nee, even serieus. Ik vind het insane. Jullie support is zo bizar de laatste tijd. Ik vind 20.000 abonnees best veel, hoor. 20.000 abonnees. Dat zijn meer mensen dan in het voetbalstadion van ADO Den Haag. Of FC Zwolle of AZ kunnen. Laat dat even bezinken. Er zijn maar 8 voetbalclubs in Nederland die meer mensen kwijt kunnen in hun stadion dan het aantal subs dat wij nu op dit kanaal hebben. Ik vind het zo nice, dankjewel. En weet je, de Rikachu Army is ook gewoon super loyaal. Jullie kijken echt super veel naar mijn video's. Als je kijkt naar hoeveel subs ik heb, dat is eigenlijk helemaal niet zoveel, hoor. Sommige mensen zullen ook zeggen, 20.000, ik heb al 50.000, ik heb al 100.000, ik heb al 200.000. Nou, ik heb 20.000 abonnees en ik ben super blij met jullie. Maar jullie zijn super loyaal. Jullie kijken echt massaal naar mijn video's en dat vind ik zo tof. Ik vraag nooit om een aantal duimpjes, maar laatst onder de allereerste Noobcraft video vroeg ik een keer om duimpjes. Volgens mij 400. En jullie gaven er meer dan 650. Echt, ik vind het bizar. Dankjewel. Dus we gaan lekker door met de Noobcraft serie, jongens. Ik zal jullie even vertellen waarom ik eigenlijk begon met YouTube. Eigenlijk was dat omdat ik iets anders niet meer kon. Ik heb namelijk heel mijn leven heel fanatiek gevoetbald. En op een gegeven moment kreeg ik een verlamming in mijn gezicht. Ik werd duizelig. Ik kon niet meer goed kijken. Alles voor mijn ogen werd wazig. Ik ging toevallig dat weekend ook met vrienden ergens naartoe, naar zo'n vakantiepark. En het was daar zo erg dat mijn vrienden gewoon mijn eten moesten halen bij het buffet. Ik kon gewoon niet zien waar het buffet stond, wat het eten was. Het was insane. Het was gestoord. En dat heeft ongeveer 3-4 weken geduurd en toen kwam mijn zicht weer terug. De doktoren wisten echt niet wat het was. Ik ben ondersteboven gekeerd. Ze hebben bloedgas geprikt. Ik ging nog nokkie. Oftewel, ik viel flauw op z'n Rotterdams. Gelukkig lag ik al, dus dat scheelde. Maar sindsdien heb ik duizelingsklachten, sta ik niet zo stevig op mijn benen, dus ik kan gewoon niet meer sporten. Toen begon ik naar iets anders te zoeken, iets anders wat ik leuk vond. Ik maakte een Instagram-account over games en ik had al best wel snel 12.000 volgers, maar ik vond het toch niet... Nee, je had geen interactie met je publiek of zo. En toen begon ik met YouTube, want ik dacht, ik vind sporten heel tof, dat kan ik niet meer, dan ga ik iets anders proberen wat ik wel kan en waar ik mijn passie in kwijt kan, en dat zijn games. Ik game al vanaf dat ik 4-5 jaar was, denk ik. Dus mijn idee was om een gamekanaal te maken over de lifestyle van een gamer. Maar ja, toen maakte ik 1 keer een Pokémon kaartenvideo. Dat vonden jullie zo tof. Die werd zo goed bekeken. En toen dacht ik, hier moet ik iets mee gaan doen. Met Pokémon. Nou, in de tussentijd hebben we Pokémon Diamond geletsplayed, Pokémon Sun and Moon uitgespeeld, Pokémon Snap uitgespeeld. En ik ben ook andere games uit gaan spelen op dit kanaal, zoals Mario Rabbids voor de Nintendo Switch. Sterker nog, ik heb mijn allereerste, mijn mooiste Nintendo Switch herinnering, die heb ik samen met jullie beleefd. Want ik vind nog steeds The Legend of Zelda Breath of the Wild de tofste game voor de Nintendo Switch. En die heb ik samen met jullie helemaal uitgespeeld op dit kanaal. En dat is echt een super tof avontuur. Ja, en nou is de ultieme droom natuurlijk die YouTube play button die we halen bij 100.000 abonnees. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Ik zie het ook niet voor me dat we dat gaan doen. Maar we gaan er wel voor. Want ik bedoel, je moet dromen. Je moet gewoon een droom hebben waar je naartoe wil leven. Wat je gaat proberen. En... misschien gaat het uiteindelijk wel lukken. In dit tempo duurt het nog jaren, maar dat maakt niet uit. Weet je wat? Als wij dit jaar nog 30.000 abonnees weten te halen, dan scheer ik mijn baard af. Nee jongens, ik scheer mijn baard niet af. Hoe vaak jullie het ook in de comments zetten, ik scheer mijn baard alleen als ik dat zelf wil. Nee, als we 30.000 abonnees halen in 2019, dan zet ik een... kwart YouTube play button ergens als tatoeage op mijn lichaam. Want dan zijn we al voorbij die 25.000. En dan gaan we dat gewoon nog doen dit jaar. Ja, en als ik zeg dat ik iets ga doen, dan gaan we het doen ook. Speciaal omdat we de 20.000 abonnees hebben gehad, heb ik een leuk Super Mario Maker 2 leveltje gebouwd voor jullie. Waarin ik jullie bedankt. Bedankt? Wauw, dat is pas echt Rotterdams, jongens. Waarin ik jullie bedank voor jullie support. De code staat nu hier ergens in de overlay. Ga hem lekker spelen, probeer het wereldrecord neer te zetten. En dan laat ik het hierbij voor vandaag, want het is knijterwarm. Ga naar het strand, ga naar het bos, zorg goed voor jezelf, drink goed. Want het wordt 40 graden volgens mij dus.
ik hou het even bij een korte dankjewel video. 20.000 subs! En jongens, er kunnen nog wel wat subs bij, hè. Dus druk even op die knop. Like deze video. Ga me volgen als je van Nintendo houdt. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Ik weet niet wat ik deed met mijn handen. Maar dat boeit niet. Mazzel!